Als we er nu niet in slagen om polio uit te roeien, dan zitten we binnen de 10 jaar opnieuw aan 200.000 poliogevallen per jaar. Word je sneller ziek van vaccins? Wat zegt de wetenschap? Vaccineren om beschermd te zijn tegen gevaarlijke ziekten die je krijgt door infecties met bacteriën of virussen. Denk maar aan polio, de mazelenpokken of kinkhoest. Aan de pokken stierf, tot in de jaren 70, 1 op de 10 mensen. Maar intussen is het virus door vaccineren wereldwijd uitgeroeid. Pokken zijn echter een uitzondering. Geen enkele andere infectieziekte is bij de mens volledig verdwenen. Ze komen in Europa misschien wat minder vaak voor, maar die virussen of bacteriën bestaan nog en als je ermee in aanraking komt, bijvoorbeeld als je op reis gaat, dan kan je er nog altijd heel erg ziek van worden of zelfs overlijden. Vaccineren is trouwens niet alleen belangrijk voor jezelf. Als genoeg mensen gevaccineerd zijn, zijn ook mensen die niet ingeënt kunnen worden, jonge kinderen of verzwakte mensen bijvoorbeeld, beschermd. En dat principe noemen wij groepsimmuniteit. Als bijvoorbeeld 95% van de mensen ingeënt is tegen mazelen, is de kans ook klein dat de 5% niet ingeënte mensen mazelen krijgen. Gewoon omdat de ziekte zich dan niet meer kan verspreiden. Hoe werkt zo'n vaccin? In een vaccin zitten deeltjes van het virus of de bacterie, ofwel het virus in verzwakte vorm. En die deeltjes komen dan in contact met ons afweersysteem die antistoffen kan aanmaken. Als we daarna echt in contact komen met de ziekte, herkent ons afweersysteem die bestanddelen en zal het heel snel hoge hoeveelheden antistoffen kunnen aanmaken. Soms kan je van een vaccin koorts krijgen omdat het lichaam dan reageert op de aanwezigheid van het vaccin en zijn bestanddelen. Heel uitzonderlijk, 1 geval per miljoen, kan je zeer ernstige allergische reacties vertonen. Vaccins zijn dus bijzonder veilig. En toch leeft bij sommige mensen het idee dat het beter is je niet te laten vaccineren. Parent after parent says, I vaccinated my baby, they got a fever, and then they stopped speaking and then became autistic. Kunnen vaccins dan geen autisme veroorzaken? Het autismeverhaal. In 1998 heeft een Britse arts een studie gepubliceerd waarin hij schreef dat bij 9 van de 12 onderzochte kinderen de ouders ervan overtuigd waren dat hun kinderen autisme hadden gekregen kort nadat ze tegen mazelen gevaccineerd werden. Hij legde het verband tussen het mazelvaccin enerzijds en de autisme-diagnose anderzijds. Maar dat is nooit bewezen. Integendeel, omdat dat idee zo hardnekkig is, zijn intussen de gegevens van meer dan 25 miljoen kinderen onderzocht. En uit elk van die studies blijkt dat de kans op autisme even groot is bij gevaccineerde als bij niet-gevaccineerde kinderen. Waarom blijft die mythe dan leven? Wel, omdat de leeftijd waarop autisme voor het eerst kan worden vastgesteld simpelweg samenvalt met het moment waarop het eerste mazelenvaccin wordt toegediend. Maar er is geen enkel oorzakelijk verband. Zitten vaccins niet vol gevaarlijke en giftige stoffen? Om de werking of de houdbaarheid van een vaccin te verbeteren, worden hulpstoffen toegevoegd. En het woord zegt het zelf, het zijn stoffen zoals aluminium of formaldehyde die het vaccin zullen helpen goed te werken. Die stoffen zitten erin met een bepaalde reden. Ze trainen het immuunsysteem. Maar die stoffen zitten er in minimale dosis en zijn onschadelijk in die hoeveelheid. Neem nu aluminium. Deze stof zorgt ervoor dat het vaccin bij de juiste afweercellen terechtkomt. De hoeveelheid aluminium wordt langzaam door het lichaam opgenomen en ligt ver onder de toegelaten grens. Maar aluminium zit ook in de lucht, in ons voedsel, in ons drinkwater. En op die manier krijgen we per dag 10 à 20 keer meer aluminium binnen via onze ademhaling of ons maag-darmstelsel dan via vaccinatie. Verzwakt je afweersysteem dan niet door te vaccineren? Nee, dat is complete onzin. Kijk, elke dag zijn er duizenden virussen en bacteriën die ons afweersysteem stimuleren, terwijl we hoogstens tegen een 20-tal ziektes worden ingeënt. Dus de wetenschappers zijn het erover eens dat vaccineren tegen levensbedreigende ziektes echt wel een goed idee is. En we worden niet betaald door de farma om dat te zeggen. Maar we zien gewoon wat er gebeurt als mensen zich niet meer laten vaccineren. Gevaarlijke ziektes duiken opnieuw op. En net als vroeger sterven er opnieuw mensen aan ziektes die we eigenlijk heel makkelijk kunnen voorkomen. Dat zegt de wetenschap.